terug bij Ini's moestuin na 3 weken vakantie van Ini. Nou ja, vakantie. Ik heb geen vakantie genomen. Ja, wel een beetje natuurlijk van het maken van de vlogs. Maar voor de rest ben ik natuurlijk gewoon lekker bezig geweest in de moestuin in de ochtenden. Want zoals jullie zien, ik heb een hoed zelfs op. Het is hier in Zuid-Frankrijk nog steeds heel erg warm. We hebben vannacht wel onweer gehad, dus het is ook een beetje vochtig vandaag. Niet heel lekker. Dat was de afgelopen weken niet zo. Maar goed, het is nog steeds erg warm in Zuid-Frankrijk. Maar ik heb ook gezien dat jullie in Nederland ook prachtig weer hebben en in België. En dat jullie de afgelopen weken ook mooi weer hebben gehad. Waardoor jullie toch hebben kunnen oogsten. De moestuin een beetje heeft kunnen herstellen. En wellicht hebben jullie ook al iets gedaan wat ik vandaag ook van plan was. En dat is iets wat ik had willen bespreken vandaag, maar dat gaat niet omdat het echt te warm is. Ik had gedacht met die onweer van vannacht dat het vandaag bewolkt zou zijn en dat we nog wat extra regen zouden krijgen. Dat is niet zo, want je kunt zeker nog iets aan de herfst- en wintergroenten doen als je dat zou willen. Je kunt nog dingen gaan uitplanten, je kunt nog dingen gaan zaaien. Kom ik straks op terug. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. En wie niet op vakantie is geweest, ja, hoop ik dat hij veel heeft genoten in zijn moestuin. En van andere dingen natuurlijk, uitstapjes, misschien wel naar zee. Wat al niet zij. Nou, we zitten begin september. Eind augustus, begin september. En dan is het hier nog volop oogsten. En dat zal bij jullie ook zo zijn. De afgelopen weken heb ik echt heel veel kunnen oogsten. We hebben elke dag gegeten uit de tuin. Veel sperzieboontjes, worteltjes nog. De laatste zitten nog in de ogenbak, maar dat zijn de laatste. Koolrabi hebben we kunnen eten. We hebben courgettes kunnen eten natuurlijk. We hebben aubergines gegeten. Ik heb ratatouille gemaakt. Van mijn eigen recept, wat ik ooit al een keer heb verteld. Moet je maar even zoeken op internet. Ini's moestuin ratatouille. Nou, dan vind je het wel. Verder, wat heb ik meer? We hebben nog meer kunnen eten. Ja, echt heel veel. Mais, bijna op. Heerlijke mais. Even denken, wat nog meer? Ja, heel veel bietjes. We hebben heel veel bietjes gegeten. En ik heb ook een aantal bietenrecepten gemaakt van de wedstrijd. Hè? Van de receptenwedstrijd. De hummus, bietenhummus, zalig. Al 2 keer gemaakt met Franse gedeelten. Die waren er ook weg van. Bietensalade heb ik gemaakt. Ik heb de courgette pannenkoekjes gemaakt. Ook ontzettend lekker. Goed recept. Ja, en er zijn nog steeds heel veel spersieboontjes. Maar ik ben ook al aan het opruimen. Ja, en er staan ook al bijna al mijn tomatenstokken zijn weg. Want ja, de tomaten, dat was natuurlijk een soft dit jaar. En ik moet je heel eerlijk zeggen, pijn in mijn hart. Het is me nog nooit gebeurd dat ik eigenlijk vrijwel geen tomaten had in de moestuin. En nog steeds begrijp ik niet waarom het mislukt is dit jaar. Hoe die ziekte is ontstaan, of het wel ziekte was of droogte. De grond is nu keurig droog. Je zou het bijna niet denken, want in het begin van het jaar was het hier gewoon een zwembad. Keurig droog de grond, ondanks het watersysteem. Het moet vaker lopen nu, want anders kan ik niet eens gaan planten voor het najaar. Maar ja, die tomaten, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, nogmaals, pijn in mijn hart dat het niet gelukt is en ik hoop echt dat het me nooit meer gaat gebeuren. Maar heb je dan geen tomaten? Nou, ik heb gelukkig wel heel veel tomaten gekregen. Van vrienden, van Regine en Jean-Pierre, die belden en die zeiden, Ini, ik weet dat je geen tomaten hebt. We hebben er zoveel over, heel veel Roma tomaten, kom ze maar plukken. Nou, dat moet je natuurlijk niet 2 keer tegen mij zeggen, dus ik ben daar geweest. Nou, waanzinnig veel prachtige Roma tomatenbeun geoogst. Nou, daar liggen er een aantal nog te drogen. Want ja, het is warm. Het waait een klein beetje. Dat is perfect. Het is boven de 30 graden. Dus er ligt een heel tableau te drogen. Ik heb saus al gemaakt. Zit al in de potjes. Bijna 5 liter bij elkaar. En er ligt nog een heel tableau met tomaten die ik heb geplukt. Die nog niet helemaal rijp zijn. Maar die liggen nu elke dag op dat tableau in de zon, op een rek in de zon. En nou, ik weet zeker met een
10 dagen, dan zijn die ook rood. En dan ga ik daar ook nog allemaal saus van maken. Nou, dus gelukkig wel eigen tomatensaus. Mijn eigen recept. Ja, kun je ook vinden op Inies Moestuin. Ik weet niet precies welk nummer. Ik zet het even boven in beeld. Als je mijn tomatensaus wilt maken die je perfect voor de winter kunt bewaren. En ik kreeg ook van Annie, mijn buurvrouw, die zeg maar hoge bakken doet, omdat zij op rotsen zit. Ja, een paar 500 meter verderop, zij heeft geen grond, zij heeft rotsen en hoge bakken. Heel veel tomaten planten in de hoge bakken. Bij haar is het dus allemaal wel goed gegaan. En zij zei, nou kom even een mand met mooie tomaten halen. Dan heb je ook lekkere salade, tomatensalade. Nou, ontzettend bedankt Annie. Ontzettend bedankt Regine en Jean-Pierre voor deze donatie tomaten. Nou, bij jullie zal het vast goed zijn gegaan in de tomaten als je ze in de kas hebt. Dat hoop ik. En misschien is het ook buiten nog gelukt als je een mooi afdak eroverheen had gemaakt. Nou, ik heb allemaal plannen voor volgend jaar hoe het anders moet. Maar daar kom ik later in het jaar en misschien in het voorjaar op terug. Want wat er ook gebeurt, ik moet tomaten hebben elk jaar. Nou, dat was het over de tomaten. Nou, verder. Hier ben ik al aardig aan het opruimen, de eerste twee bakken. En ik was dus van plan om hier vandaag bietjes uit te gaan planten. Ik heb mooie Chioggia plantjes. Bietjes, ook gewone rode bietjes. Maar ja, wat ik al zei, het is veel te warm om te planten. En ik weet dat er morgen is er weer regen voorspeld. De grond is keurig droog. Ik ga vanavond het watersysteem wat langer laten lopen. En als het dan morgen bewolkt is en hopelijk regen komt, ja, dan ga ik dus hier op deze lege plek bietjes uitplanten. Nou, als je plantjes nog hebt in Nederland en België, is het misschien aan de late kant. Zit je in Zuid-Frankrijk, dan zou je zeker nog bietjes uit kunnen planten als je aan plantjes kan komen. Aan deze kant wil ik mijn preiplantjes gaan uitplanten. Ja, die zijn perfect. Maar ook ja, nog aan de warme kant nog. Volgende week gaan de temperatuur ook wat naar beneden, dus dat is al een beter vooruitzicht. Hier wil ik heel graag prei gaan uitplanten. Dat is denk ik voor Nederland ook te laat. Koolplanten, die moet ik gaan halen. Ik heb kool gezaaid, maar de plantjes zijn minuscuul. Ik denk dat ze niet op tijd groot genoeg zijn om ze nog uit te planten. Ik laat ze wel staan. Misschien als de temperatuur wat afneemt, dan kan ik alles ook buiten gaan zetten. En niet meer beschermd in de schaduw. Maar goed, ik ga volgende week naar een markt hier in de buurt. En daar kan je heel veel groenteplantjes kopen. Dus dat worden dan toch koolplanten, bloemkool. Ik kan tegenwoordig ook boerenkoolplantjes kopen daar, heb ik gehoord. En ik wil ook Romanesco bloemkool nog gaan uitplanten. En misschien ook nog spitskolen als ik die kan krijgen. Ja, wat kan je in Nederland gaan zaaien op dit moment? Dat kan best nog wel het een en ander gezaaid worden. Rucola kun je nog gaan zaaien. Winterspinazie kun je gaan zaaien. Je kunt gemengde salade, pluksla nog wel zaaien in Nederland. Raapstelen, had ik dat al gezegd, raapstelen? Raapstelen kun je nog gaan zaaien. En je kunt uien gaan zaaien. Weliswaar voor volgend jaar, maar je kunt uien op rijtjes gaan zaaien. Dat kan nu allemaal nog in Nederland. Dus heb je plek, heb je ruimte, komt er wat vrij, dan kan je dat zeker nog gaan doen. Dat ga ik ook doen, maar echt nog wel, ik wacht daar nog echt wel 3 weken mee. Dat zaaien dat van die spinazie, ik wil natuurlijk nog heel graag spinazie hebben, dat is nog echt te vroeg. Vanwege de warmte natuurlijk. Ja, dan heb ik natuurlijk ook alle bloemen hier nog staan. De zonnebloemen zijn enorm hoog. Ja, en dan loop ik eventjes met jullie naar de andere kant van de tuin. Want daar is het nog een oerwoud. Ja, want hier, daar stonden die aardappels. Ik weet niet of jullie dat nog weten. En daar had ik één plant een watermeloen neergezet. Nou, dat hele veld is helemaal overwoekerd met die watermeloenbladeren.
maar ik had niet veel watermeloen. Ja, ik heb wel een hele mooie geoogst. Nou, ik moet zeggen dat ik de smaak een beetje vond tegenvallen. Er zitten er nog een paar in. Ze zijn nog een beetje klein. En nou, ik vond het toch niet zo'n heel groot succes hoor, die watermeloenen hier. Terwijl het eigenlijk hier heel goed zou moeten lukken. Het watersysteem liep langs de plant waar de wortels in de grond zitten. Dus ja, genoeg water. Het blad ziet er ook prachtig uit. Er zitten allemaal hele mooie bloemen in. Maar de opbrengst van de watermeloenen niet zo heel veel. Nou hoor ik dat van iedereen hier. Weinig pompoenen dit jaar. Ook bij mij. Ik heb maar 2 butternuts. En 2 red curries. 2. Ik had ook niet veel geplant dit jaar. Want vorig jaar had ik een mega oogst. En ik dacht, nou veel te veel. Doe maar wat minder planten. Nou ja, je ziet het. Elk jaar is anders. Elk jaar denk je, doe het zus, doe het zo. En dan is het toch net even iets anders. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer de lol van moestuinieren. Het blijft elk jaar weer een verrassing wat lukt en wat niet. Dus misschien volgend jaar watermeloenen. Maar ze hebben heel veel ruimte nodig. Dat blijkt wel. Dan hier staat nog een courgetteplant. Nou, die heeft alleen maar uitlopers gemaakt aan 3 kanten op. Maar het is sinds een 4... Ja, nu is het dan een beetje van die warme, vochtige warmte. Dat hebben we de afgelopen week helemaal niet gehad. Maar daarvoor had ik toch heel veel meeldauw in de courgettes, in de komkommers, in de augurken. Ik heb wel augurken ingemaakt, komkommer ingemaakt wel. Maar toch veel meeldauw, ook in de klimcourgette. Nou, dat is me echt nog nooit gebeurd. Wel behandeld met de melk- en wateroplossing. Maar uiteindelijk viel er toch heel weinig tegen te doen. Nou, hier staat nog de laatste klimbonen, hè, de blauwhielders. Ook ontzettend veel van geoogst. Er zitten nog wel wat bloemetjes in, dus ik laat het nog wel staan. Maar ik heb ook bonen erin laten, die heb ik niet geoogst. Want, even kijken. Kijk. Die laat ik drogen. Kijk, een aantal. Ja, ze voelen nu een beetje vochtig aan, maar ze moeten gewoon even in de zon liggen. En dit zijn de blauwhielde bonen. Die heb ik expres laten hangen, zodat ik zelf zaad. En ze zien er prachtig uit. Zo moeten ze er ook uitzien. Ze worden wel iets donkerder als ze nog verder drogen. Maar die heb ik er expres allemaal in laten hangen. Zodat ik volgend jaar weer eigen blauwhielde boontjes heb. En deze die hier staan, die heb ik ook gekweekt van eigen bewaarde bonen van de blauwhielde. En dat gaat dus ontzettend goed. Deze even in de zon gaan leggen, dan gaan ze beter droog. Elke dag pluk ik er een paar af. Als ik zie dat ze mooi droog zijn, leg ik ze in de zon. En als je ze dan oogst, de boontjes eruit haalt, dan moet je ze 1 nachtje in de diepvries leggen. Want mochten er beestjes of insecten in zitten, die leggen dan hun eitjes erin. Nou, ze zien er heel gaaf uit. Ik denk niet dat het geval is, maar voor de zekerheid, 1 of 2 nachtjes even in een bakje in de vriezer. Dan zijn die larven in ieder geval, als ze erin zouden zitten, dood. En dan worden de bonen niet aangetast en kun je ze volgend jaar gewoon weer opnieuw leggen. Hè? Boontjes leg je, zaaien. Oké, lopen we even een heel klein stukje door. Nou, daar is het helemaal een oerwoud. Nou, deze bak is helemaal volgroeid met de zoete aardappel. Ontzettend veel blad, ook daar beneden. Er zitten dingen tussen. Hier zit nog andijvie tussen. Ik laat het maar zo, want dat blad van die zoete aardappel bedekt ook wel helemaal de grond, zodat die grond in die hoge bak niet zo uitdroogt. Ik hoop eerlijk gezegd dat het blad veelbelovend is qua opbrengst van de zoete aardappel. Dat wil niet altijd zeggen dat dat zo is. Maar veel blad, het ziet er gezond uit, dus ik hoop eerlijk gezegd dat die zoete aardappel, dat ik er veel zal oogsten. En ook daar aan die kant ook heel veel blad van zoete aardappel. Nou,
Dat zou mooi zijn, want dat is een heerlijke wintergroente die je als aardappel kunt eten. Je kan ze frituren, je kan er puree van maken, nou, wat al niet. Nou, en dan staat daar dus die tomatillo's. Ik weet niet of het wat gaat worden. Dat zou wel heel jammer zijn, want de muizen, die zitten erin. Ik weet niet, als 3 weken geleden keek, dan wisten jullie al dat ik daar last van had. Nou, ik heb muizenvallen gezet en ik vang ze niet. Ik weet niet wie eigenlijk al die bolletjes van de tomatillo's opeet. Misschien zijn het ook, we lopen hier ook groene hagedissen. Ja, die eten normaal gesproken slakjes en insecten. Dus ik denk niet dat ze die tomatillo's eten. Maar goed, steeds dan denk ik, oh, ze worden mooi paars. En dan ga ik de volgende dag kijken, oh, hij is weg. Nou ja, maar het zijn wel ontzettende grote planten. Er staan nog aubergines tussen, eigenlijk ver in de verdrukking. Niet goed, want ze krijgen dan te weinig zonlicht. Er staan nog paprika's tussen, die doen het wel beter. Maar ook die staan helemaal in de verdrukking. Die tomatillo's, ik moet daar volgend jaar weer een andere plek voor gaan zoeken. Zodat ze niet andere planten in de weg gaan staan. Nou, dan zie je daar die klimcourgette. Ja, dat is eigenlijk bijna het einde. En er staan nog een paar tomaten. En daar ook staan ook nog een paar tomaten. Ja, ik heb ze maar laten hangen. Ik kan ze oogsten. De smaak is ook niet geweldig. Normaal gesproken zijn ze vol van smaak en zoet. Valt ook een beetje tegen. Dus ja, volgend jaar nieuwe kansen. Hè? Niet waar? Dan even kijken, wat staat hier verder nog? Oh ja, hier staan nog meloen tussen. Door elkaar heen. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Even kijken. We moeten hier ergens liggen. Oh, hier hangt hij. Hier zit nog een meloen. Hier, dit is er een. En dan hangt er daar ook nog een. En in de kas hangen ook nog een paar meloenen. Maar ook de meloenen... Dit jaar, het lijkt wel of de meloenen, de wat ik al zei, de pompoenen, dit jaar wat minder dan andere jaren. Nou ja, zoals ik gezegd, elk jaar is er wel wat anders. Oh, ik stop die even in mijn zak. De komkommers doen het weer juist wel heel goed. Nou, die kan ik er toevallig 2 afhalen. Deze had ook veel minder last van meeldauw. Dus ja, komkommers. Elke dag kan ik wel een paar komkommers oogsten. En ja, ik ben dol op komkommers. Nou, de basilicum doet het natuurlijk ook net als elk jaar weer fantastisch. Nou jongens, ik ga dus deze week verder met opruimen. Lege plekken maken. Want bijvoorbeeld de koolrabi, dat is bijna ten einde. Die hebben we bijna allemaal op. Ja, en dat betekent dan dat er open plekken komen die ik dus op ga vullen met nog kolen, snijbiet. Ik heb nog snijbietplantjes. Ik heb nog andijvieplantjes. Ik heb nog slaapplantjes in de kas, maar ze zijn allemaal aan de kleine kant. En als dat volgende week nog zo is, ze niet echt een groeispurtje nemen, ja, dan ga ik die plantjes gewoon op die markt kopen. Ja, en dat kun je natuurlijk zelf ook altijd doen. Als iets mislukt, koop dan gewoon plantjes. Zo erg is dat niet. Want ja, uiteindelijk wil je toch graag een mooie opbrengst uit je moestuin. Nou jongens, het wordt ontzettend warm. Ik draag niet voor niets een hoed. Want zonder hoed hier lopen, dat doet bijna niemand buiten. Dus ja... Ik hoop dat volgende week iets minder warm is, zodat ik iets meer kan gaan doen en iets meer aan jullie kan laten zien. En dan wens ik jullie een zonnig en mooi weekend met ja, nog veel werk in de moestuin. Oogsten, verwerken. Oh ja, we hebben de druiven ook al geoogst. We hadden een hele mooie druif, hebben we langs de... langs de gevel hangen. Nou, die druiven die werden aangevallen door de horenaars, grote wespen. En die gingen ze allemaal opeten, dus die heb ik er ook al afgehaald. 2 weken te vroeg. Ze waren wel lekker zoet. Maar goed, beter iets dan niets. En dan maar iets minder zoet.
Nou jongens, nogmaals, fijn weekend. Ik hoop dat jullie er volgende week allemaal weer zijn. En dan hoop ik dat ik even op de knietjes kan om even wat dingen te laten zien in Hoestaan. Tot dan! Dag!